Een heel goede avond. Duizenden mensen die geen onderdak meer hebben na de overstromingen in ons land, zoeken dringend een onderkomen. In Turkije zijn de felle bosbranden nog niet onder controle. 5 provincies zijn nu tot rampgebied uitgeroepen. En in Kokzijde zijn vanavond 5000 mensen naar de zomereditie van The Night of the Proms gaan kijken. Welkom. In de zwaar getroffen overstromingsgebieden in en rond Luik zijn veel mensen wanhopig op zoek naar een eigen onderkomen. De vastgoedsector wordt dan ook overstelpt met vragen. Naar schatting 10.000 mensen hebben op dit moment geen eigen onderdak meer. Velen kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden, maar zoeken natuurlijk naar een duurzamere oplossing. Maar makkelijk is dat niet. Een bouwkundig expert onderzoekt of het huis van Maël in een van de zwaar getroffen wijken van Verviers nog stabiel is. Het water stond hier 2,60 meter hoog. Dans mon rapport, je demanderai qu'on lève le décret d'inaccessibilité. Oké. Mais au niveau de la stabilité, le bâtiment ne va pas tomber. De opluchting is dan ook groot bij Maël. Haar huis was net gerenoveerd toen het noodlot toesloeg. Recommencer tous les travaux, pas le choix. On est au plus bas, on peut que remonter, donc on recommence et ce sera encore mieux. Maar dat zal opnieuw maanden duren. Maël kan voorlopig bij familie terecht, maar ze zoekt een huis om tijdelijk te huren. Avoir des rendez-vous et puis on nous dit libre le 1er septembre. Donc ça veut dire qu'il faut encore attendre un mois, loger gauche, droite, se débrouiller. In deze wijk alleen al zijn tientallen mensen op zoek naar een tijdelijke woning omdat hun huis zwaar beschadigd is. Het IMO-kantoor dat zelf schade opliep krijgt veel vragen, maar het aanbod is beperkt. On a des personnes qui spontanément viennent nous proposer des biens à proposer pour ainsi dire aux sinistrés, mais de nouveau ça part très très vite, c'est à peine rentré que c'est déjà sorti. Donc c'est vrai que ça va très très rapidement. Defensie zet intussen elke dag honderden militairen in om te helpen in de regio's die zwaar getroffen zijn door die overstromingen. Vooral in de provincies Luik en Namen. Ze helpen daar vooral bij het zwaardere werk, zoals puinruimen. Maar ze bereiden ook maaltijden voor, inwoners die dat zelf niet meer kunnen, omdat ze geen elektriciteit en gas meer hebben. Hier in Chauffontein zet Defensie de grote middelen in. Met graafmachines en zware vrachtwagens ruimen 20 militairen puin. De bedoeling hier in Chauffontein is de bedding van de rivier Vesdre vrijmaken. Die werken kunnen nog 2 weken duren. Waar deze militairen daarna bij springen om te helpen, dat bepaalt het crisiscentrum. Nationaal crisiscentrum. En die gaan de verschillende opdrachten verdelen op de burgerdiensten, zoals de brandweer bijvoorbeeld. Als de bureaumiddelen geen mogelijkheid hebben te helpen, komt het bij het militaire commando van de provincie Luik aan. En van daar worden wij dan getasked. Daar krijgen wij onze opdrachten. Iets verderop bereiden 14 militairen al 2 weken lang maaltijden voor de getroffen inwoners, 3 keer per dag. Dat is hier sneeuwvlees voor morgen, een 650 personen. Dat hebben we al aangekleurd. Donatie van brochetten van de Carrefour in de geburen. Groentjes, charcuterie met hopen. Het is ongelooflijk, de mensen zijn hier vrijgevig. We doen het in andere landen voor andere mensen. En nu kunnen we onze eigen bevolking helpen. Dus er is niks beter dan dat, om dat te doen. Zowat 200 vrijwilligers hebben in Limburg langs de Maas dan weer afval opgeruimd dat daarna de wateroverlast is achtergebleven. De grote stukken die zijn eerder al door de gemeentelijke diensten opgeruimd. Nu kwam het er vooral nog op aan om kleine stukken afval op te ruimen. De Maas heeft haar normale bedding weer opgezocht. Maar het land dat de rivier 2 weken geleden had veroverd, heeft ze achtergelaten met een grote hoop afval. De vrijwilligers laten zich niet ontmoedigen. Integendeel. Nu met de wind is het soms wel een beetje moeilijk, want het waait je gewoon nog terug weg. Hè. Maar jawel, dus we hebben eigenlijk al een heel flink stuk gedaan. Het is alleen hoe verder je naar de Maas toe gaat, ja, dan was het nog heel drassig. Dus daar is wel heel moeilijk te geraken, dat wel. Voor dit soort werk heb je eigenlijk nooit handig genoeg. Want het is, om zo te zeggen, soms prutswerk. We hebben daar de afgelopen week al 12 containers grofvuil laten ruimen door onze gemeentelijke technische dienst en een onderaannemer. Nu is het eigenlijk het kleiner vuil, datgene wat in een gewone vuilzak terecht kan. En dan hopen we dat we het terug proper krijgen.
Ah, hallo, wil je eens drinken en eten? De toezichthouder van het natuurgebied komt de vrijwilligers bedanken. Hun hulp doet hem wat. Maar ook de mensen zelf zijn geraakt door wat ze zien. Dat raakt zeker. Want je kunt je er iets bij voorstellen. Hè? Ja. Als je schoenen tegenkomt van kinderen of zo, dat is niet leuk. Ja. En als je ook weet dat mensen gestorven zijn hogerop, dus ja. Ook morgen nog loopt de vrijwilligersactie voort. Wie vandaag met de auto op vakantie is vertrokken naar het zuiden of is teruggekeerd, moest heel veel geduld hebben. Het was een zogenoemde zwarte zaterdag op de Europese autowegen. Vooral in Frankrijk was het zeer druk met filepieken van meer dan 1000 kilometer en reistijden van soms meer dan 6 uur extra. De meeste files zijn intussen opgelost, al wordt er morgen opnieuw veel verkeer voorspeld. Ja, waar je de afgelopen jaren meer de kans had om te spreiden, wat betreft die vakantiehuisjes bijvoorbeeld, zien we dat dit jaar mensen veel gebonden zijn aan zo'n huisje een week en dus in het weekend willen vertrekken. Wat we zagen dat heel veel mensen gisterenavond vertrokken zijn, op vrijdagavond. Toen stond er ook meer dan 1000 kilometer file in Frankrijk. Maar dat heeft dus geen soelaas gebracht, want ook vandaag was het een zeer drukke dag in Frankrijk. Wat verwacht u voor morgen? Morgen is een oranje dag in Frankrijk, dus er zullen wel files staan op die traditionele knelpunten. En vooral ook voor het terugkerend verkeer wordt het morgen wel een drukke dag, maar toch wel beter dan vandaag om te rijden. Over heel Frankrijk hebben meer dan 200.000 mensen betoogd tegen de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel en de gezondheidspas, waarop staat of iemand recent is gevaccineerd of besmet is geweest. Vanaf 9 augustus wordt die zogenoemde pas sanitair gevraagd aan iedereen die op café of restaurant gaat of een winkelcentrum bezoekt. Maar liefst 4 verschillende betogingen in Parijs alleen al om te protesteren tegen de zogenoemde pas sanitair. Bah, c'est une grosse entrave à la liberté tout court. Hein. Voilà, hein. Si maintenant faut un pass sanitaire pour aller faire ses courses, aller au cinéma, profiter de la vie. 85% van alle coronapatiënten die nu nog in Franse ziekenhuizen liggen, is niet gevaccineerd. Toch blijven er veel heftige tegenstanders van die vaccinatie. Bah, je suis toujours soignante et j'ai démissionné parce que j'estime qu'on n'a pas à nous faire du chantage. Hier en daar komt het tot opstootjes. Tenminste 3 politieagenten raken gewond. Op deze betogingen tref je zowel gilets jaunes, antivaxxers, radicaal rechts als radicaal links aan. Allemaal willen ze hun onvrede uiten over het beleid van president Macron. Uit peilingen blijkt dat de betogers voorlopig niet de steun krijgen van een meerderheid van de Fransen, hoe omstreden de pas sanitair ook is. In Turkije zijn nog niet alle bosbranden onder controle. 5 provincies zijn nu tot rampgebied uitgeroepen. Bij de branden kwamen tot nog toe 6 mensen om het leven. Een Vlaming ter plaatse getuigt over de chaotische toestanden daar. Sinds woensdag zijn er langs de zuidkust van Turkije meer dan 70 bosbranden uitgebroken die dorpen en toeristische badplaatsen bedreigen. Xander Pauwels maakte zo'n bosbrand van dichtbij mee in het badplaatsje Fethiye, tussen 2 toeristische hotspots, Antalya en Marmaris. Toen zagen we dat heel de berg voor het huis, op nog geen 4 kilometer van het huis zelf, eigenlijk in brand stond. En ik ga eerlijk zeggen, dat is een van de engste dingen die ik ooit al in mijn leven heb gezien. Ik ben nog nooit verstijfd van angst of zo, maar toen, ja, dat was het wel even schrikken. Er brak ook op verschillende plaatsen paniek uit. De supermarkt tegenover het huis van mijn vriend. Net toen we vertrokken hebben we gezien dat die is geplunderd voor water en eten. Iedereen begon aan zichzelf te denken, wat ik natuurlijk begrijp. De mensen in Turkije hebben het sowieso niet zo heel breed. En als er dan zoiets gebeurt, dat ziet natuurlijk niemand aankomen. Vanmiddag bezocht de Turkse president Erdogan het rampgebied. Hij beloofde hard op te treden tegen mogelijke brandstichters. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek. Şayet böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek gereğini yapacağız. Yeah.
This is how we party. This is how we party. Ja, het was feest vandaag in Jamaica ten huize Usain Bolt, drievoudig Olympisch kampioen op de 100 en 200 meter sprint. Want het podium van de 100 meter sprint bij de vrouwen kleurde volledig Jamaicaans vandaag. Deze Elaine Thompson verlengt haar Olympische titel op het koningsnummer. In de laatste 50 meter loopt ze weg van haar concurrenten. Ze pakt goud in een nieuw Olympisch record 10-61. Tweevoudig Olympisch kampioene Fraser Price wordt tweede, Shurika Jackson derde, Jamaica boven dus. De Belgische gemengde afsloitingsploeg is er niet in geslaagd om een medaille te veroveren op de 4x400 meter. Dylan Borlé, Imke Vervaat, Camille Loos en Kevin Borlé verbeteren wel het Belgisch record, maar ze komen nooit in de buurt van de medailles. Ze worden vijfde. Het goud gaat verrassend naar Polen voor de Dominicaanse Republiek en de Verenigde Staten. On espérait être plus dans le peloton de tête, mais bon. C'est comme ça. On bat le record national. On a tout donné. C'est une cinquième place, c'est comme ça. Heel positief, maar toch een beetje ontgoocheld, omdat ja, we willen toch een medaille, maar het is toch een mooi resultaat. Cruiseschepen die aan het San Marcoplein in Venetië voorbij varen, dat zal u vanaf morgen niet meer zien. De Italiaanse overheid is gezwicht voor de eisen van plaatselijke activisten en voor de UNESCO. Schepen van meer dan 25.000 ton mogen de kleine lagune niet meer in. Een maand geleden, het eerste cruiseschip dat na de coronacrisis opnieuw de lagune van Venetië binnenvaart, is niet welkom. Activisten voeren al jaren strijd om de cruiseschepen weg te houden, te vergeefs. Maar nu is het hen op korte tijd toch gelukt. Che tanti ci hanno paragonato a Davide contro Golia. Cioè noi con le nostre barchette, cioè noi cittadini normali, semplici, auto-organizzati contro non solo questi colossi giganteschi dal punto di vista visivo, ma anche giganteschi dal punto di vista del potere, dei soldi. Na lang getwijfel erkent nu ook de Italiaanse regering dat de schepen het ecosysteem en het cultureel erfgoed bedreigen. Ook onder druk van de UNESCO, die het werelderfgoed Venetië op de zwarte lijst wilde zetten. De havenautoriteiten en touroperators zijn niet te spreken over het verbod. I mean, it's just crazy. I mean, from a port and from a territory that made his fortune on the port activities, on the maritime traffics. We're going to become just a little bit more than a small marina. De kruier Antonio Velleca was na 2 jaar net opnieuw aan het werk. Voor hem komt de beslissing overhaast. Ma una decisione così, senza gradualità, senza una pianificazione, è davvero una cosa assurda. A nostro modo di vedere, è una cattiveria, un crimine contro i lavoratori. De Italiaanse regering heeft plannen voor een nieuwe aanleghaven en werkgelegenheid, maar die plannen zijn nog niet concreet. Vanaf morgen varen de gondeliers aan San Marco alvast opnieuw in rustiger water. De populaire Italiaanse band Måneskin, de winnaar van het Eurovisie Songfestival, annuleert zijn concert op de Lokerse feesten. De drummer van de band heeft een blessure opgelopen en moet verplicht rust nemen. De tickets voor het optreden van de band waren in een mum van tijd uitverkocht. Måneskin zou op 14 augustus wel nog naar het Ronquière Festival komen. Vijfduizend toeschouwers, zoveel mensen mogen er voortaan weer samen een concert bijwonen in openlucht. In Kokseide zijn vanavond exact zoveel mensen naar de zomereditie van de Night of the Proms gaan kijken. De uitgestelde versie van vorig jaar, toen het niet kon doorgaan. Wie voor vorig jaar een ticket had gekocht, kon dat nu gebruiken. En dat hebben de muziekliefhebbers massaal gedaan. Een nieuwe periode breekt aan voor de muzieksector, nu concerten voor 5000 mensen in de open lucht weer kunnen. Yeah, 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 yeah.
Na bijna anderhalf jaar corona heeft het publiek hier enorm naar uitgekeken. Het eerste concert is echt super plezant. Als je dit gewoon weer ziet, dat is echt zalig. Die sfeer gewoon, dat is echt leuk. Bevrijding. Bevrijding, zo is het. Ja, absoluut. Bevrijding is weer in het openbaar komen, in het publiek komen. Fantastisch, toch? Ja, ja. Wie er ook van genieten zijn de artiesten, zoals Ozak Henry. Corona-veilige evenementen zoals dit vindt hij prima, maar het moet stap voor stap gaan, vindt hij niet te snel. Vele inspanningen die er geweest zijn om vroeger op te starten, om onmiddellijk alles terug aan te vatten, eigenlijk, dat we dat altijd te vroeg doen. We betalen daar een zekere prijs voor en ik denk de grootste prijs die je daarvoor betaalt, of dat iedereen in onze sector betaalt, is eigenlijk dat je het vertrouwen bij het publiek weggenomen hebt. Met dit soort concerten wil de muzieksector het vertrouwen wel terugwinnen. Night of the Proms hoopt dat ze ook dit najaar kunnen doorwerken. Voor ons en voor onze sector, denk ik, dan moet het toch, moeten we niet toch heel hard op die rem blijven duwen. Dan moet het toch kunnen dat ons deeltje van de economie, de live entertainment-industrie, de beurzen, en zo zijn er nog wat aanverwante sectoren, dat die toch weer kunnen echt beginnen werken. Ook vandaag was het wisselvallig weer met enkele buien en eerder frisse temperaturen. Vannacht wordt het stilaan droog en komen er wat meer opklaringen, temperatuur rond 13 graden. Morgen krijgen we opnieuw buig weer. In het binnenland zijn die buien heviger dan aan zee. Temperaturen dan rond 21 graden. Zo fijn dat u keek. Blijven doen, zou ik zeggen. Zeker morgen, want dan wordt het opnieuw een spannende dag voor ons land op de Olympische Spelen. Om 12:30 kan u hier op 1 onze Nina Derwaal volgen en haar sprong naar een medaille. Aansluitend is er het 1 uur journaal. Heel graag tot dan. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.